Met Remco. Vandaag is Remco voor één keer de hulpverlener. Normaal gesproken is het andersom. Remco heeft een verstandelijke beperking en krijgt hulp van de begeleiders van Philadelphia. Ja, ze geven advies. Dat is eigenlijk meer een doel, advies geven van hey, dit kun je zo doen, misschien kun je het zo doen. En dan moet je, het is eigenlijk meer, leggen ze de oplossing naar bij jou en dan geven zij alleen advies. Dat gebeurt allemaal via een videoverbinding. Fysiek ingrijpen kan dus niet. Maar dat is juist de kracht van hulp op afstand, volgens begeleider Henny. Doordat je het niet uit hun handen neemt, want dat doe je maar al te gauw, helpen wij mensen na te denken hoe ze die situatie oplossen. En vaak komt men dan toch zelf met een oplossing en regelt het ook. En als er toch iemand moet helpen om een situatie op te lossen, dan verwijzen ze hun cliënt door. Ik huur een huis van Philadelphia, van Woonsteden. Nou, ik wist op dat moment niet precies hoe ik dit moest aanpakken. Nou, heb ik dus ingebeld. Zij hebben gezegd van ja, dan moet je die en die bellen. Dus dat heb ik gedaan. En heb ik het zelf kunnen oplossen met behulp van DigiContact. Digitale hulp, dat klinkt misschien heel onpersoonlijk. Maar op de open dag vandaag merkt Henny hoe sterk hun band is geworden. Ja, vertel nou eens over je pols, hoe is het daar nu? Goed. Ik wist niet dat ik zoveel knuffelsessies aankon. Dat was echt geweldig. Maar ook mensen die ik nog nooit in levende lijven gezien heb. Maar je hebt meteen het beeld. Je hebt meteen het verhaal. En ja, dat voelt gewoon heel vertrouwd. Want ook al is het op afstand, het is wel warm contact. Remco heeft vandaag even in Henny's schoenen mogen staan. Maar morgen is alles weer terug bij het oude. Ja. Heb ik u verder goed geholpen? Ja. Nou, dan wens ik u een fijne dag en tot de volgende keer.